Goedemorgen, wij zijn van de stichting Klas op Wielen. Wij zijn hier uitgenodigd deze ochtend op school om de een en ander te vertellen over verschillende beperkingen, handicaps. Vanochtend hebben we bij ons Hans, Ton, Marijke, Nettie en Theo. Ik ben Theo Koof en ik ben helaas geveld door de ziekte MS. Dat wil zeggen een zenuwziekte. Waarbij het zenuwstelsel aangetast. MS is multiple sclerose, met een duur woord. Een zenuw heeft net zoals een elektrisch draad een isolatielaag. Dus een snoer, die tast hij aan, dus daar kun je mee vergelijken. Waardoor dus problemen krijgen, laat maar zeggen, de overdracht, de prikkeloverdracht verloopt niet goed. En het kan ook gebeuren dat je dus een trillend been krijgt of ledematen. En in de hersenen werden dus witte plekken ontdekt. En dat zijn dus de plekken waar dus het zenuwstelsel is aangetast. Dat ik ontzettend last heb van moeheid. En die moeheid wordt steeds erger. Ik zat heel vaak in de auto. Was ik bepaalde dingen gewoon vergeten, wist ik niet. Maar dat is vergeetachtigheid en dat soort dingen, dat komt er ook bij. En nu ben ik dus afhankelijk van een scootmobiel en een rollator. Daan, vraagt Theo. Ja. Vindt u het erg om in een rollator te zitten? Je bedoelt op een scootmobiel? Ja. Nou, erg niet, maar ik ben het helemaal gewend. Ik ga ook de stad in. Als ik boodschappen moet doen, heb ik altijd een doos hier op die plaats staan. En dan doe ik de boodschappen daarin in die doos. Voel je er nou ook nog iets van? Ik heb helemaal geen pijn. Helemaal niks. Hoe vaak zou je kunnen zeggen dat je uit de scootmobiel gaat? Hoe vaak per dag? Ik zit nu op de scootmobiel. Straks ga ik de taxi in met het scootmobiel. En dan ga ik thuis. Gereikte woningen in en dan ga ik dus van de scootmobiel op de rolstoel of ik loop met mijn rollator naar huis. Dat is het. Nettie en ik wonen op hetzelfde plein en wij zijn goede vriendinnen inmiddels van elkaar geworden. Hè? Door de kinderen en op het plein. Toen hoorde ik, toen ik daar 30 jaar geleden kwam wonen, ja, toen dacht ik, toch vreemd, ik kon het niet goed verstaan. En uiteindelijk hoorde ik toen dat Nettie doof was. En dus ben ik een beetje gaan leren kijken hoe ik met Nettie kon communiceren. En toen heb ik eens een keertje naar die kinderen gekeken. Toen dacht ik, oh ja, je moet dus heel duidelijk praten. Want eerst denk je, hoe zit dat toch? Hoe doen ze dat toch? Jolanda en Petra. Maar veel van geleerd, gekeken. En toen dacht ik, oh, dat kan ik ook wel proberen. En toen ben ik met Nettie gaan praten. Duidelijk praten. Met als je hoort praten, zeg maar, zeg ik, hou de A iets lang aan, of de E, of de O. Dat zijn de makkelijkste klanken om met mensen dan, zoals doven, kinderen, volwassenen, te spreken. En dat is mij gelukt. Dus vandaar dat wij in Klas op Wielen zitten. Heel belangrijk dat als je dove mensen hebt, of een dove opa, of slechthorende opa, of oma, of buurvrouw, dat je goed zo gaat kijken naar iemands gezicht. Nou, daar laat ik net nu even aan het woord. En ben geboren. En ben man. Kan en wie heeft hier iets van verstaan? Ze zei het over haar man en haar kinderen. Ja, dat zei ze. Ze heeft een dove man. Zij zijn allebei doof, ze hebben elkaar ook op de dove school leren kennen. En ze hebben twee horende kinderen gekregen. Toen ik de 5 jaar oud was, ging ik naar een speciale dove school om te leren praten. Toen ze 5 was, ging ze dus wel naar school of zo, ja. Waar meerdere dove kinderen waren. En daar leerden ze praten.
Nee. Nou ja, goed, maar er komt wel wat. Hè? Ik vind dat al heel veel als je dat kunt bestaan. Ja, ja. Ik ben een hele brede doorpikker. Daar moest ze leren praten voor een spiegel. En daar moest ze gewoon de klanken op maken die wij met onze mond opmaken. Maar daar staan wij helemaal niet meer bij stil. Dus de A en de O. Maar ook dat zijn dan de open klanken. Maar ook bijvoorbeeld de klanken die een beetje in je keel zitten. Dus de G of de T of de P. En toen maken we elkaar bij de taal. Deze toven. De joren te. Zowel café. Thee. Suiker. Melk. Melk vinden we altijd nog een leuke. Dat, dus als zij bij, inderdaad bij een dove groep is, met kennissen of familie of wat dan ook, die allemaal bij elkaar zijn, dan gebruikt zij wel wat gebaartaal, maar niet veel. Hoe werkt de deurbel? Ja, hoe werkt de deurbel? Ik ga bij Nettie wat halen en ik moet haar wat vragen, ik bel aan. Hoe gaat het dan? Oei. Ik denk met een lichtje. Ja, dan zijn we er al. Gisteren hebben we er een kwartier over gedaan. Meteen goed. Ja, slimme klas, hè? Ja. Slimme klas, ja, leuk. Ja, goedemorgen. Nou, bij mij is het duidelijk. Ik mis een been. Een heel lang verhaal. Probeer ik in een notendopje te stoppen. Mijn been... is ziek geworden in 1997. En dusdanig dat uiteindelijk artsen konden niks meer voor mij doen. Je moet je voorstellen dat 24 uur per dag pijn aan mijn been. Ik kon daar niks mee doen. Ik kon niet meer werken. Sporten ging niet meer. En uiteindelijk hebben de artsen voorgesteld bij mij om mijn been te amputeren. En ik moest daarover na gaan denken. Ik heb daar een jaar over gedaan, om daar voor mezelf een beetje op een rijtje te krijgen. Want het is niet zomaar iets om te zeggen van nou, haal mijn benen maar vanaf. Uiteindelijk ben ik in een revalidatiecentrum terechtgekomen. En daar heb ik dus geleerd om met een prothese te lopen. En dat was eerst een hele eenvoudige. En na verloop van tijd van flink een aantal maanden oefenen, heb ik een hele geavanceerde prothese gekregen. Ik kon weer werken, want ik heb altijd een staand beroep gehad. Ik ben orthopedisch schoenmaker geweest. Ik maakte schoenen voor mensen die in de schoenenwinkel niet schoenen konden kopen. Die moesten op maat gemaakt worden. Dat wordt op het Roesing gedaan, daar hebben ze een speciale afdeling voor. En ik kon mijn werk weer doen. Dus toen kwam ik automatisch ook weer een klein stukje terug in de maatschappij. Ik kwam in het revalidatiecentrum ook in aanraking met sport. Ik ben rolstoelbasketbal ben ik gaan spelen. Dat heb ik nu 16 jaar gedaan. Ik ben anderhalf jaar, twee jaar geleden ben ik gestopt daarmee. Omdat het met mijn been weer een stukje minder ging. En rolstoelbasketbal, dat is toch best wel een heftige sport. Dat is een contactsport. Ik train nu kinderen van 7, 8 jaar tot 12 jaar. Die allemaal in een rolstoel zitten. Een meisje met een hoge dwarslesie. Daarnaast, ja, klas op wielen doen we. Ik geef clinics voor Basketball Academie Twente, Sportool All Foundation. Dus ik heb het eigenlijk heel erg druk. Ik rijd auto, ik doe mijn boodschappen. Ik doe eigenlijk alles wat iedereen anders doet. Maar ik doe het op een andere manier. Ik doe het op mijn eigen manier. En dat is een kwestie van accepteren en oefenen en gewoon doen. En niet denken van, oh, dit kan ik niet. Maar ik heb juist geleerd om te kijken naar de dingen die ik wel kan. Niet kijken naar wat je niet kan, maar juist profiteren en benutten van wat ik wel kan. Dat vind ik het belangrijkste wat er is. En dan geef ik het woord aan Ton. Ik ben dus Ton, ik heb dus een onderbeenprothese. Dat ziet er zo uit, kan er ook anders uitzien hoor. We hebben daar een stel voorbeelden van. Ik heb in 1996 een ongeval gehad en dat kostte mij dus het onderbeen. En dan kom ik weer terug op de hand, wat mis je dan allemaal? Ja, dat benen, maar toen schaatste ik veel, tennis te veel, voetballen.
Dat is dus niet meer. Dat zijn alle reactiesporten vallen dus weg. Dat blijft dus wel weer over. Daar heb ik het in 97 al golf opgepakt. Dus ik golf vrij intensief. En ik sport dus vrij veel intensief. En dat is dus golf. En dat gaat ook goed. De internationaal vrij veel. En hoe ziet zo'n prothese eruit? Je ziet hier wel in. Dat is makkelijk. Die van mij die ziet er zo uit. Een naaf doet hetzelfde. In kleine dingen is die iets anders. Zo zit die aan je been vast. Alleen dit is met een pinsysteem. Ik heb die pin dus niet, ik heb een vacuümsysteem. En deze kun je ook helemaal afgewerkt krijgen. Die heb ik in het begin ook gehad, maar ik vind het niet belangrijk meer. Want het is wel een kilo, anderhalf kilo extra gewicht dat je mee zou. Dit been is ongeveer zo zwaar als je natuurlijke been. Maar zo voelt het dus niet. Want het zit er bij aan. Maar kan je dat zo in de winkel kopen, Tom? Je kan dat overal kopen. De mijne komt uit Amerika. Waarom komt die van mij uit Amerika? Omdat ik iets aparts wilde hebben, schijnbaar. Maar puur om de passing, om het gevoel vooral. En als je dus die. En wat kost die apparatuur? Nou, denk die Jan heeft, dat je een hele mooie auto ervoor kan kopen. Goed. Maar het moet dus allemaal op maat gemaakt worden, hè? Het is allemaal. Het is niet zo dat jouw been past bij iemand anders. Nee. Nee. Vroeger werden ze van hout gemaakt, hè? Ja, een echte houten poot. Ik heb een voorbeeld meegekregen van een troezing. Jullie weten wat troezing is, neem ik aan. Ja, jullie kennen het dus, de revalidaties en de troezing. Daar worden die dingen, die kokers vooral gemaakt. Ik heb er eentje meegekregen. Dat lijkt niet zo, maar dat is echt van hout. Dat is een hele oude. Die is denk ik ouder dan ik zelf ben. Ik loop hier naar het binnen toe. Vroeger deden ze dat met een elastiek als het ware. De elastiek is er weg uit, maar als het ware. En dan kwam die knie, want oh ja, dat heb ik nog niet verteld. Kijk, het verschil tussen Tom en wat ik heb en wat Hans heeft, is wij hebben ook geen eigen knie. En dat heeft Tom wel, dus Tom kan in feite voor onze knie gebruiken. Wij hebben dat niet, dus bij ons moet er een scharnier aan gemaakt worden. Een knie aan gemaakt worden. Nou, hier zie je dus een voorbeeld van een hele oude. En wat wel grappig is, hebben we volgens mij geprobeerd een prothese na te maken van een echt been. En aan de zijkant zie je hier kruislinks die leertjes. En weten jullie wat er op die plek in je echte been zit? Blessure. Voetbal jij? Ja. Moet je het weten? Dan moet je het weten. Heel vaak heb je daar blessures. Ja. Kruisband. Ja. En daarom zitten ze op kruislinks. En ja, achterin, dit is dan zo de hamstring. Ja, en dit is een heel verschil met wat Jan toen net liet zien, die houten prothese. Dit is een nogal hoog apparaat als je het zo opdekt. Maar je moet twee dingen van elkaar scheiden. De koker en de knie. Daadwerkelijk de knie, hè, want daar zit dus een buigelement in. Wat weerstand heeft. Die koker wordt dus op maat gemaakt. Dat is voor iedereen weer anders. Iedereen heeft een andere pasvorm. En juist die pasvorm is gewoon heel erg belangrijk. Nou, toen net een vraag van hoe trek je dat nu aan? We krijgen hierbij, als het klaar is, een doos met schroeven en spijkers en duct tape. Nee hoor, grapje. Ze maken een liner. En die liner die wordt ook op maat gemaakt en er zitten allemaal rubberen ringetjes omheen. En de truc is nu, voordat je met je stomp de koker in gaat, draai hem binnenste buiten. Ik leg die even neer. En dan druk je hem als het ware tegen je stomp aan. Ik rol hem nu niet verder af, maar dan zit hij dus afgerold om je stomp heen. En nu komt de truc. Weten jullie wat vacuüm is? Ja, hè? Ja, het is geen lucht, hè? Doordat je met je stomp in die koker gaat, druk je alle lucht eruit. En die komt door het ventiel naar buiten.
En als alle lucht weg is, dan heb je een vacuüm en dan blijft hij hangen. Nou, en uiteindelijk s'avonds... Uiteindelijk s'avonds, als ik mijn been wil afdoen, dan druk ik hier op een knopje. En dan komt er dus weer lucht bij en dan kan ik dus mijn been eruit halen. Het mooiste van deze prothese is, en dat zien jullie misschien ook, er staat dat op geschreven. Kan jij vertellen wat er staat? Silek. Nou, de C staat voor computer. Dus met andere woorden, hier zit een computertje in. En die rekent 80 keer per seconde de stand van mijn been. Door middel van een softwareprogramma wordt er informatie naar het been gesigned over mijn looppatroon. De een loopt wat sneller, de ander die loopt een beetje waggelend. Dat wordt hierin gestopt. En dat been dat grijpt in op het moment dat ik bijvoorbeeld struikel. Jan die is mijn lopend voorbeeld. Ik heb in feite dezelfde knie aan mijn prothese. En nou, je kunt natuurlijk wel zien dat ik niet gewoon loop. Maar je kunt wel zien dat maar ja, goh, ik kan toch redelijk goed lopen. Vind ik, toch? Ja, applausje voor Jan. Nee. Wat nou het slimme is, wat Hans net zei, wat nou het slimme is, er ligt een obstakel, dat zie ik niet. Ik struikel daarover, dan komt er natuurlijk een ander gewicht op je lichaam. En dan, door die berekening van die 80 keer per seconde, weet dat been van, hé, ik moet weerstand geven. Dus dan val ik niet, dan zie je gewoon dat als ik dit doe, dan zie je... Dan geeft hij weerstand. Natuurlijk, hij buigt wel, maar langzaam. Terwijl ik, wanneer ik loop, afwikkel, dan weet het been gewoon van, hey, ja, nu kan ik gewoon even die zwaai maken. Gaan je kunstbenen ook op een gegeven moment een beetje kraken? Ja, dat kan gebeuren. De mijne is bijna versleten, volgens de troezing. Dus ik moet eigenlijk, volgens hen moet ik een nieuwe hebben. En dan ging het net over de prijzen van die dingen. Nou, de knie alleen, die kost €16.000. Dus dit deel. Nou, voordat die dus helemaal af is, denk ik dat je al gauw aan de 20, tussen de 20 en 25.000 euro zit. Hans, ja. Niet? Het is allemaal aan slijtage onderhevig. Ja, ja. Hè? Maar goed, er zit dus een computertje in. En computertjes die kunnen niet zonder stroom werken. Nee. Zonder stroom werken niet. Als je thuis je laptop niet aansluit, als je batterij leest, dan doet hij niks meer. Nou, dit is eigenlijk met deze hetzelfde. En er zit hier aan de bovenkant een schuifje. Die hoort normaal dicht te zitten en die zit open. En dan hebben we een oplader. Dus 's avonds als ik mijn telefoon wil opladen, zet die been ernaast. Moet ik ook mijn been opladen. En dan gaat een stekkertje erin. En die gaat uiteraard in de stopcontact. Nou, dan staat hij mooi in de hoek aan het opladen. Samen met mijn telefoon. En 's morgens is de batterij weer vol en ik kan weer een dag lopen. En dan moet je naar de wc s'nachts. Dan gebruik ik mijn rolstoel. Moet jij ook ergens anders dan je broeken kopen? Nee? Ja, die broek van hem, die valt altijd op. Dus leg maar even uit dan. nee hoor. Ik heb gewoon dezelfde spijkerbroeken als jullie, als iedereen. Alleen, ik doe een trucje met mijn spijkerbroek. Bij een broekspijp, zie je aan de binnenkant, die draai je binnenste buiten. Dit is mijn broekspijp. Ik vind geen kijken. Nee, ik ook niet, daarom stop ik hem naar binnen. Heel goed wel. Maar als ik al mijn broeken, mijn broekspijpen zou afknippen en ik laat er een mooie stiknaadje in zetten, dan moet ik misschien over 3-4 maanden, als ik weer met een prothese kan lopen, moet ik weer allemaal nieuwe spijkerbroeken kopen. En dat vindt de winkelier wel leuk, maar ik vind het een beetje zonde. Dus vandaar dat het net lijkt alsof ik een speciale broek aan heb, maar dat is dus niet het geval. Ja, nou, slaap je dan 's nachts beneden? Ja, ik heb een woning waar ik niet de trap op hoef. Maar ik kan nog wel een kunstje, want dit been, ja, daar mankeert niks aan, hè. Dus daar kan ik gewoon op staan. Ik kan er mee hinkelen, ik kan er alles mee doen. Ik kan auto rijden. Heb je er een automaat in? Ja, ik heb alleen een gaspedaal en een rem. Ik hoef dus niet te schakelen. Ik heb geen koppelingspedaal, dus het gaat hartstikke makkelijk voor mij. Ik zou zelfs de trap op kunnen,
Ik kan dus gewoon met één been de trap opkomen, tree voor tree. En ik kan ook naar beneden komen. Dus ik ben heel erg mobiel. Wat je ook nog niet kunt met een gewone prothese, dat is hardlopen. Daarvoor hebben ze dit ontwikkeld. Wie weet hoe het heet? Nee, niet hoe het heet, maar ik weet wel wat het is, maar niet hoe het heet. Een bleed noemen ze dit. Maar alleen maar puur voor het hardlopen zie, omdat hij ingedrukt wordt, komt er ook mijn kracht naar boven. Kan hij dus afzetten. Dat is de eerste manier waar je hard kunt lopen. Bedankt. Ook jullie bedankt voor de aandacht. Jullie hebben heel erg goed opgelet. Ik ga het juist. Is het nog?